Vandaag zijn we op bezoek bij Hoofdvaart West, buurtvereniging Hoofdvaart West moet ik zeggen. Die hebben iets bijzonders te vieren en dat is een bezoekje waard. En naast mij staan Lili Bakker, Jon Haverkort en Marita Houtman. Nou gaf Jon aan, zo van, kunnen we daar eens niet even gaan staan? Want als we ons omdraaien... Dan zien we eigenlijk een bijzondere plek voor de buurtvereniging, want op deze plek is het ontstaan. Precies 70 jaar geleden is daar de oprichtingsvergadering geweest bij Café Jansen toenmalig. En vanaf toen is het bestaan van buurtvereniging Hoofdvaart West. Wat was het toen dan de reden om die tijd al een buurtvereniging op te richten? Ja, de exacte reden is niet terug te vinden. Het is heel kort na de bevrijding. En twee heren uit de buurt hebben het plan opgevat. En die zijn daarmee de buurt ingegaan. En er was heel veel animo gelijk om een buurtvereniging op te richten. Ik denk dat het een kwestie van toch weer de boel samen doen met de mensen. De opbouw was er natuurlijk. Dus ja, ik denk dat dat toch een belangrijke reden is geweest. 70 jaar, de langst bestaande buurtvereniging in de gemeente, in ieder geval de vroegere gemeente Averdeest? Ja, precies weet ik het niet. Ik vermoed van wel, want uit de notulen van de oprichting wordt nergens gesproken over andere buurtvereniging. Wel een oranje vereniging toen de tijd, maar nergens over een andere buurtvereniging. Dat komt allemaal pas later. Dus we hebben het vermoeden dat we sowieso voor Dedemsvaart de oudste buurtvereniging zijn en misschien wel van de gemeente Averdeest. Wie waren de initiatiefnemers voor die oprichting? Er waren twee heren, de heren Drent en de heer Blijham. Die hebben het initiatief genomen en die hebben daar een aantal heren bijgezocht als zijnde bestuur. Ja, en dat is zo door de jaren heen is dat verder doorgerold met verschil in grootte van bestuur. Verschil in aantal leden behoorlijk. Dat loopt op, dat loopt heel af op sommige momenten. Dus ja. Vroeger was er dus Café Jansen, daar is het begonnen. Dat is er nu niet meer. Waar hebben jullie dan nu de feestavond? Nou, we zitten eigenlijk niet heel veel echt op één vaste plek. We hebben natuurlijk Zaal Drent midden in de buurt zitten, dus daar houden we activiteiten. Maar voor sommige activiteiten moet je uitwijken naar andere locaties, dus we zitten niet echt op één locatie vast. Oké, dat is natuurlijk in het dorp ook niet altijd te doen, hè? Nee, en soms heb je hele kleine activiteiten, dan moet je niet in een grote zaal zitten. En juist als je ruimte nodig bent, moet je niet in een kleine locatie zitten. Dus zodoende moet je wisselen. Bij een 70-jarig jubileum horen natuurlijk ook feestelijke activiteiten. 70 jaar. Wat gaan jullie allemaal doen met dit jubileum? Nou, we hebben geprobeerd een speciaal programma samen te stellen. Echt speciaal voor het 70-jarig jubileum. We vonden van, nou, dat is toch zo uniek. Daar mag speciaal aandacht aan besteed worden. De eerste aanzet is gegeven op de rommelmarkt die twee weken geleden is geweest. We hebben een kleurplaat ontwikkeld voor de kinderen in de buurt. En die kon op de rommelmarkt afgehaald worden. En dus de kinderen van de leden in de buurt zijn, als het goed is, allemaal volop aan het kleuren nu om een kleurplaat in te krijgen. Bij het 60-jarig jubileum werd er een aandenken geschonken aan de buurt. Ook dit jubileum wordt er een aandenken onthuld. We hebben het zelf als vereniging ontwikkeld en bedacht. En we hebben het eigenlijk naar de buurt toe en echt als aandenken hier geplaatst. In overleg met de gemeente, in samenwerking met de gemeente. Gelijk is toen het pleintje hiervoor is aangelegd. Dus het is een samenwerking geweest tussen de vereniging, de gemeente en de buurtbewoners. Gaat dit nog een rol spelen bij het 70-jarig bestaan? Denken jullie? Een klein beetje. Er wordt hier nog weer iets anders voorgezet. Maar dat is een tijdelijk iets. Speciaal alleen voor dit jaar. Dus er wordt wel aandacht gevestigd hier op dit. Maar we hebben voor dit jaar weer iets anders in de buurt. Wat ook weer een blijvend iets is. En wanneer gaat die onthulling plaatsvinden? Op de officiële oprichtingsdatum 12 juni, vrijdagavond. Dan hebben we ook de festiviteiten beginnen dan. En dan zal ook het aandenken onthuld worden. Nou, ik zou zo zeggen, iedereen gewoon even komen kijken op 12 juni. Dan zullen ze het weten bij Hoofdvaart West, toch? Of niet? Ja, dat klopt. Ja hoor, iedereen, het is in de buurt bij Zaal Drent. Dus iedereen kan dan meemaken wat er gebeurt. Maar dit is natuurlijk niet alles. Er gaat nog veel meer gebeuren. Een receptie, zoals ik zei, voor genodigden. Dus dat zijn al onze sponsoren, de ereleden, de gemeentebestuur, plaatselijk belang en dergelijke is allemaal uitgenodigd. Dus we hopen van harte dat ze samen met ons een toast willen uitbrengen op het verleden, het heden en de toekomst van de buurtvereniging. Dat is dus echt de officiële datum. En dan de volgende morgen gaan we gelijk weer op tijd erbij.
Want dan de zaterdag de 13e beginnen we met een ontbijt voor alle 65-plussers. De opgave loopt inmiddels, de opgave loopt ook mooi binnen. Dus alle leden van 65 jaar en ouder worden uitgenodigd om gratis deel te nemen aan een ontbijt. Kijk, dat vind ik nog eens het leuke activiteiten. Ja, we hadden ook het motto van je moet de dag goed beginnen. Dus daar werken we dan graag aan mee. Dan hebben we 's middags voor onszelf ook even de rust. En dan gaan we 's avonds op naar een groot feest. We vonden van met 70 jaar mag je een groot feest geven. Precieze invulling geven we niet prijs. We hebben als enige tip gegeven, we gaan richting Amsterdam. En wat het dan is, laten we mooi in het midden. Het zal 's middags in de buurt al duidelijk zijn. De toppers? Wie weet. Ik zeg het, het is een verrassing. Dus de leden worden binnenkort allemaal benaderd voor de kaartverkoop voor de feestavond. En dan, het belooft een groot feest te worden. Gaat het helemaal goed komen. Verder nog meer activiteiten? We hebben een activiteit die om het jubileum dat weekend heen speelt. En dat is Hoofdvaart West met bloemen. We hebben elk jaar 2 of 3 workshops met bloemschikken. Toen hebben we gemeend van, er zit zoveel creativiteit dus in de buurt. Dan maken we er een soort wedstrijd van. Dus de mensen zijn gevraagd om een creatie te maken met bloemen. Die wordt voor de 12e aan de zaal bij Drent ingeleverd. Wordt daar in de zaal als aanvulling en opfleuring tentoongesteld. Wordt beoordeeld door een professionele jury. En zaterdagavond op de feestavond wordt bekendgemaakt wie de mooiste bloemencreatie van Hoofdvaart West heeft gemaakt. Ik vind het een super idee. die is echt heel leuk. En dan? Dan hebben we denk ik de activiteiten voor de volwassenen gehad. En dan gaan we een weekje later, zaterdag de 20e, gaan we volop voor de kinderen een feest organiseren. En dat is voor de jeugd tot en met 12 jaar. En ook deze kunnen zich binnenkort allemaal opgeven. En dat belooft echt een feestmiddag te worden. Waarom is de rommelmarkt en de bingo zo geliefd? Ik denk namelijk dat de mensen zelf die in de buurt wonen, die denken, laat ik mijn zolder, laat ik mijn garage opruimen. En die denken, die spullen die zet ik buiten neer. En een ander die komt, die denkt, ja, dat heb ik nou net nodig. En ik denk dat daarom zo gewild is, dat de mensen in de buurt daar gaan staan. Tuurlijk zijn er wat handelaren, maar meestal de mensen uit de buurt. We stipten het net al even aan, de rommelmarkt is natuurlijk iets. De bingo is bij heel veel mensen toch nog steeds gewild. Is dat bij jullie ook nog zo? Ja, wij hebben de bingo in Fietes gehad. En nu hebben we het bij Zaal Drent. Dan komen er toch meer. De buren komen toch weer bij elkaar. Gaan gezellig weer bij elkaar zitten. Nemen een lekker kop koffie of thee. En een lekker drankje ondertussen. En die spelen de bingo af. Wij hebben altijd geldprijzen of vleesprijzen. Dus dat loopt altijd. Zijn er nog meer activiteiten die jullie door de jaren heen gehad hebben waarvan je zegt, dat zijn dingen dat blijven we gewoon herhalen, want dat gaat gewoon heel goed. Eén ding wat eigenlijk elk jaar terugkomt is eigenlijk de grote feestavond. Dat is ook al eigenlijk de traditie van 70 jaar, daar zijn ze toen al mee begonnen. Elk jaar wordt er één grote feestavond gegeven. In het verleden was dat altijd standaard met een toneeluitvoering. Later kwam daar het cabaret bij en nu is het eigenlijk om het jaar proberen we het ene jaar nog weer een toneeluitvoering. En het jaar erop met een andere invulling. Eén hoogtepunt vind ik een hoogtepunt. En ik vind het altijd schitterend om te zien. En dat is altijd in de winter de kaarsjes. Ja, Hoofdvaart West bij kaarslicht. De avond na de kerst. Derde kerstdag, zoals wij het dan zeggen, 's avonds. Is ooit begonnen als idee van, mensen steken allemaal kaars na met de kerst. Dus hebben ze allemaal restjes over. Weet je wat, zet die eens voor het raam 's avonds. En kijk eens wat er gebeurt. Dat werd naar buiten toe doorgetrokken met jampotjes, met fakkels, met vuurkorven. Ja, en je ziet dat heel veel gezelligheid in de buurt brengt. Merken jullie ook dat er heel veel verkeer langskomt dan? Ja, het is wisselend. Het weer is natuurlijk een hele grote factor daarin. Met slecht weer, dan buiten wil het dan niet. Ik zie ook dat mensen daar dan niet voor komen. Maar als het echt mooi rustig weer is, dan zie je dus ook dat het echt mensen trekt om te komen kijken. Het heeft natuurlijk wel sfeer als je door een dorp rijdt. He, en dan, zoals hier ook, dat kan niet missen, dat geeft een stukje gezelligheid. Ja, en dat niet alleen. Je ziet natuurlijk ook dat mensen in de buurt ook bij elkaar komen. Er wordt een vuurkorf aangestoken, er wordt een borreltje bijgehaald.
Dus, en dan toch zo rond de kerstdagen, ja, brengt heel veel gezelligheid op straat. Naast alle activiteiten die de buurtvereniging organiseert, is belangenbehartiging een belangrijk onderdeel van het bestuur voor de buurt. De activiteiten is eigenlijk een deel van de buurtvereniging. En dat blijkt ook direct vanaf het begin van de oprichting al, dat de belangenbehartiging voor de buurt eigenlijk een heel groot deel inneemt van de buurtvereniging. Als je terugkijkt in de notulen, blijkt dat de tweede vergadering in 1945 werd al het voorstel gedaan om bij de gemeente aan te kaarten dat de Hoogvaart Zuidzijde een gasaansluiting moest hebben. Dus, en dat is toen al begonnen en dat zie je dus nu nog steeds terug, dat het belang van de buurt speelt een hele hoge rol binnen het bestuur van de buurtvereniging. Nou hebben we natuurlijk tegenwoordig ook overal een plaatselijk belang. Is dat nu nog zo? Of zeg je van nou dat is inderdaad door die plaatselijke belangen toch wel wat minder geworden? Het is eigenlijk een samenwerking geworden. Plaatselijk belang behartigt natuurlijk de hele plaats en zit daar meer boven. En die krijgt nu dus ook van door de buurtvereniging en dergelijke de aanpoot van wat er in de buurt speelt en leeft. Dus en ja, er zijn ook dingen waar we als buurtvereniging gewoon zelf achteraan gaan of in samenwerking met plaatselijk belang. 70 jaar, ja, ik blijf het heel vaak zeggen. Ik vind het onvoorstelbaar dat het zo lang lukt. Is er nooit een periode geweest dat jullie bijvoorbeeld geen bestuur hadden of zo? Want dat heb je wel eens met dit soort dingen. Ja, als je terugleest in de historie, dan zijn er ook momenten geweest dat of het aantal leden heel diep zakte, of binnen het bestuur inderdaad de motivatie weg was. Maar altijd is er weer beslist van jongens, we moeten doorgaan. Kom op, schouders eronder, het belang is groot. En ja, zodoende is het dus toch gelukt, 70 jaar. Ja, maar je moet wel altijd mensen hebben die kar willen trekken, hè? Ja, ja, een buurtvereniging kan alleen maar bestaan door ten eerste de leden. Die zijn natuurlijk het belangrijkste, want geen leden, ja, heb je ook geen buurtvereniging. Het bestuur speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in, maar daarnaast ook heel veel vrijwilligers. En als dat niet samenkomt, dan lukt het niet. En ja, wij zijn dan blij dat we daar nog steeds op kunnen rekenen. Zijn er in die afgelopen 70 jaar ook dingen geweest waarvan jullie zeggen zo van nou, dat was een punt wat we aangepakt hebben en wat echt super ging? Ja, dan super. Dat is nog wel lastig om te omschrijven natuurlijk super. Er zijn wel kwesties geweest wat echt heel intensief is geweest, waar heel veel werk in heeft gezeten en wat ook echt soms heel hoog op is gelopen. En natuurlijk zijn er ook simpelere voorbeelden te benoemen. Het trottoir langs de Hoogvaart liep in het verleden maar tot aan waar het water eigenlijk eindigt van de Hoogvaart. Nou, dat is een punt waar de buurtvereniging toen de tijd achteraan is geweest om de trottoirs door te trekken. Dat is dan nog niet zo'n probleem. De hoge bomen die ooit op de Hoogvaart hebben gestaan, dat is een punt geweest dat heeft heel hoog opgelopen en dat is een heel langdurige zaak geweest. Ja, en als je dat dan terugleest en kijkt wat daar allemaal in energie is ingestoken, dan ja, dan respect voor het bestuur van toen de tijd. 70 jaar, dan zijn er volgens mij nog best heel veel dingen geweest wat voor jullie hoogtepunten waren. Ja, dat zijn natuurlijk in de loop van de tijd heel veel hoogtepunten geweest. Eigenlijk zie je met elk jubileum wat gevierd werd, wat altijd groots uitgepakt. Dus dat is elke keer de vijftallen, maar ook de tiental jaren. In het verleden werd altijd dan ja, een heel groot feest gegeven. Voor de kinderen een speciaal groot feest. Dus ja, dat wordt altijd extra. Dat zijn eigenlijk wel de hoogtepunten van de activiteiten. Wat zijn de activiteiten voor kinderen? Nou, gewoon door het jaar heen zijn er altijd kindermiddagen. Dat kan variëren qua inhoud. Dat kan hier gewoon in de buurt iets zijn. Dat kan dat we met z'n allen weggaan. Sinterklaasfeest. Ook echt een traditie voor de buurtvereniging. Dat is ook vanaf de oprichting direct bepaald. Er moet altijd een Sinterklaasfeest voor de kinderen zijn. Daar hangt een andere traditie aan vast. Dat het Sinterklaasfeest deels bekostigd wordt door een vrijwillige bijdrage van de leden. Vlak voor de Sinterklaas wordt de hele buurt benaderd. Alle leden worden benaderd voor een vrije gift. En daardoor kan elk jaar groots een Sinterklaasfeest gevierd worden. Ja, en dat zie je toch dat door de buurt, ook door de leden en dergelijke, zo gewaardeerd wordt dat er echt heel veel kinderen op afkomen. John, nou weet ik nog dat jullie hier in het water zo'n mooi schip hadden liggen. Die is er niet meer, hè? Nee, dat is al behoorlijk lang geleden. Toen werd er tijdens de Dimsvaria, zag je heel veel versiering. Dat was ook een stimulans door het Dimsvaria-bestuur toen de tijd. En toen is er door de buurtvereniging inderdaad een replica van een turfschip gemaakt.
En dat was elk jaar kwam dat in de zomer in het water. Het was een hels karwei om dat ding mooi in het water te krijgen. Er werd speciaal een vrachtwagen met turf geregeld, zodat hij echt helemaal vol met turf lag. Maar dat was altijd wel een, als hij één keer weer lag en het lag er mooi in, was het echt een succes en een plaatje voor de buurt. Maar ja, toen ging het schip ging niet meer te water. En toen? Ja, toen het schip echt aan het einde van zijn verhaal was, zeg maar, toen is het schip weggedaan en toen is er een replica van de molen gemaakt. De molen aan de Hoofdvaart heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen hier. En daar is toen een replica van gemaakt die echt ook draaide en dergelijke en eigenlijk op dezelfde manier in het water stond. Die molen, daar is ook nog iets, ja, heeft toch een beetje bijzondere betekenis voor jullie buurtvereniging, want jullie hebben nog eens een keer een gift gedaan aan de molen. Ja, heel veel mensen zullen het nu zich niet kunnen voorstellen, maar het was dus echt een molen met wieken en dergelijke. En die is twee keer getroffen door brand. En in de oude notulen is dus terug te lezen dat toen bij de tweede keer de brand is geweest, dat de vereniging een gift heeft gedaan van toenmalig 50 gulden voor het herstel van de molen. Kun je het dan nou niet meer voorstellen, 50 gulden? Nee, ik denk ook nu dat het een verzekeringskwestie wordt, maar dat was toen de tijd denk ik nog niet het geval. Maar toen was de contributie natuurlijk ook heel weinig. Ja, het was, die 50 euro was echt wel een fors bedrag uit de kas van de vereniging. De contributie is begonnen met een euro, of nee, een gulden per lid, dus dat is per gezin. Nou, en dat is op een gegeven moment verhoogd naar 1,25, een keer naar 2 gulden. Maar het is altijd aan de lage kant gebleven. En dan is dus 50 euro ter beschikkingstelling aan de molen is best wel een fors bedrag. Ook op het vaandel van de buurtvereniging neemt de molen een prominente plaats in. Onlangs is het vaandel nog gerestaureerd. Het vaandel. De beschildering op de voorzijde is gemaakt door de heer Dijsselhoff, wonende Hoofdvaart 121, met een schilderzaak. Het vaandel is zwart fluweel met oranje biezen en kwasten. Ook op het vaandel blijkt dat de molen aan de Hoofdvaart altijd een prominente plek heeft ingenomen. Nou zeg ik net weer 70. Hebben jullie nog leden die al 70 jaar lid zijn? Dat is nou net een probleem, want dat is moeilijk te achterhalen. Dan zouden de leden zichzelf al moeten kunnen melden van, nou, ik zit hier al 70 jaar in de buurt. Ik kan het in de oude papieren dergelijke kan ik het niet terugvinden. Maar het zou leuk zijn als we erachter zouden komen dat er nou inderdaad nog leden zijn die 70 jaar lid zijn van de vereniging. Want het zou kunnen, hè? Als je toen een jaar of 20 was, zeg maar, en dan ben je dus nu 90, dat zou kunnen. Ja, alleen het feit van zo gauw je de buurt verlaat qua verhuizing, eindigt het lidmaatschap. En ik denk dat er binnen de buurt niet iemand van 90 momenteel is. Dus de kans is heel klein dat er op dit moment nog een lid binnen de buurt is die al 70 jaar lid is. Wat nog wel zou kunnen is dat er nog iemand zou zijn die bij het begin lid geworden is. Dat zou dan eventueel nog wel kunnen. Ik denk dat er nog volop leden zijn die al vanaf het trouwen en dergelijke binnen de buurt zijn gekomen, direct lid zijn geworden en nu nog steeds lid zijn. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken dat we bij jullie op bezoek mochten komen. En wij wensen jullie natuurlijk een giga mooi jubileum toe. En we worden straks allemaal wel goed afgelopen. Hartstikke bedankt.